Wil jij ook heel graag gaan starten met ondernemen, maar weet je gewoon eigenlijk niet zo goed wat je dan wil doen? Ik ga je 3 vragen stellen zodat jij erachter kunt komen wat voor onderneming je nu kunt gaan starten en ook jouw droom als ondernemer waar kunt maken. Ondernemen is zoiets moois. Ik ben nog steeds iedere dag blij dat ik ondernemer ben en dat ik kan ondernemen en dat ik doe wat ik ook echt leuk vind. Wat dat betreft is mijn hobby echt mijn werk geworden. En ik spreek echt heel veel mensen die heel graag willen gaan ondernemen en het ook heel graag willen gaan doen, maar gewoon niet zo goed weten waar ze moeten beginnen en ook wat ze moeten gaan doen. En dat snap ik ook wel, want dat is ook best lastig. Want hoe weet je nu waar jouw kracht ligt of er voldoende vraag naar is? Dat zijn allemaal hele relevante vragen. Ik heb 3 vragen die ervoor gaan zorgen dat jij erachter komt wat nou jouw ondernemingsplan zou moeten zijn en waar je op moet gaan focussen, zodat jij ook kunt gaan ondernemen. Allereerst, de eerste vraag is: waar ben ik ontzettend goed in? Wat gaat mij ontzettend makkelijk af? En het kan best zijn dat dat iets is wat voor jou heel erg logisch is en waarvan je denkt, ja, kan ik hier nou mijn bedrijf van maken? Kan ik hier nou verder in groeien? Maar dat dat voor andere mensen heel erg moeilijk is. Ik had bijvoorbeeld heel sterk, ik kan heel makkelijk schrijven. Maar ik had zoiets van, ja, waar heb ik dit voor nodig? Dit is heel fijn, maar wie zit daar op te wachten? Wat moet ik daarmee? En dat had ik niet zo door dat daar wel echt een heel businessplan aangekoppeld kon worden. Dat daar mijn hele blog aangekoppeld kon worden. Dus iets wat voor jou heel makkelijk afgaat, waar jij niet over na hoeft te denken. Dus waar je echt heel erg goed in bent. Wil niet automatisch zeggen dat dat voor iedereen geldt. Het kan best zijn dat dat iets unieks is waar alleen jij heel erg goed in bent. Dus schrijf ook hele makkelijke dingen op. Het hoeft niet meteen gekoppeld te zijn aan het werk dat je nu doet. Het werk dat je wil gaan doen. Maar schrijf gewoon op waar je heel erg goed in bent. Ben je heel erg goed in kletsen? Dan schrijf dat op. Daar zijn heel veel dingen waar je dan mee kunt doen. Denk daaraan ook niet te moeilijk. Vraag het ook na bij andere mensen. Van waar vind jij nou dat ik heel erg goed in ben? En dan kijk niet alleen naar het werkgedeelte, maar kijk naar het totaaloverview. Dus waar vinden bijvoorbeeld je vrienden dat je heel erg goed in bent? Wat je door de week tijdens je werk misschien niet zoveel doet, maar wat zij in het weekend bijvoorbeeld wel van jou zien. Schrijf dat soort dingen eens op. En dan gaan we door naar vraag 2. Wat vind ik heel erg leuk om te doen? Dus waar word ik echt blij van? Waar kan ik voor gaan zitten? En vergeet ik gewoon de tijd omdat ik het zo leuk vind om te doen? En wederom, dat hoeft niet iets te zijn wat met je werk gekoppeld is, maar denk gewoon, waar word ik echt gelukkig van? Waardoor vergeet ik de tijd? En ook dat hoeft niet iets te zijn waar je ontzettend goed in bent. Het kan best zijn dat je tekenen heel erg leuk vindt, maar dat je er eigenlijk helemaal niet goed in bent. Maar als je het maar leuk vindt, dat is even het allerbelangrijkste voor deze vraag. En de derde vraag, en de laatste vraag is dat meteen, waar is vraag naar? Dat is natuurlijk ook een hele moeilijke vraag om meteen te beantwoorden, maar wel een hele belangrijke op het moment dat je er ook echt je bedrijf van wilt gaan maken. Dus echt wilt gaan ondernemen met ditgene waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Dit doe je door verschillende manieren, door te weten van, nou, ik ga het bespreken met vrienden, ik ga er onderzoek naar doen op internet, ik ga eens kijken naar branchegenoten, wat die doen, zodat je weet waar de vraag ligt en waar de vraag naar is. Zorg wel dat je het bij de goede mensen navraagt, want het kan best zijn dat jij een heel leuk idee hebt en dat je dat pitcht bij je vrienden of bij je collega's en dat mensen zeggen van ja, maar daar is helemaal geen vraag naar. Het kan best zijn dat mensen bevooroordeeld zijn of dat ze in een specifieke branche zitten, dat ze daardoor denken van nee, daar is geen vraag naar. Toen ik net begon met bloggen, vonden mijn accountancy-collega's het echt heel raar. En die zeiden, daar is geen vraag naar, dat wil niemand weten. Het is allemaal veel te makkelijk wat je schrijft, het snapt iedereen wel. En als ik het daarna had geluisterd, dan had ik gedacht van nou, er is geen vraag naar wat ik doe. Maar doordat ik mijn focus had verlegd naar andere mensen, mensen die daadwerkelijk de doelgroep waren van mijn blog. Dus dat zijn mensen die geïnteresseerd zijn in financiën, mensen die gestart zijn met ondernemen. Wist ik van nou, hier is wel degelijk vraag naar. Dus wat dat betreft, zorg wel dat je het aan de juiste mensen vraagt van is hier vraag naar? En je niet focust op één specifieke doelgroep. Dat zijn dus de 3 vragen die je jezelf moet stellen op het moment dat je wilt gaan ondernemen. Dus waar ben ik heel erg goed in? Wat vind ik heel erg leuk? En waar is vraag naar? Nou, op het moment dat je echt de sweet spot hebt, dus dat je op die 3 vragen één specifiek ding kunt identificeren, dan weet je van nou, dat is mijn businessplan. Dat is de kern van mijn businessplan. Dit moet ik gaan uitbreiden, hier moet ik iets mee. Dit komt helemaal goed. Maar ik kan me best voorstellen dat er dingen zijn die gewoon
wel heel netjes in dat plaatje passen, maar niet heel specifiek op die sweet spot, precies in dat midden uitkomen. Het kan natuurlijk zijn dat je iets hebt wat je wel heel leuk vindt om te doen, waar je ook heel goed in bent, maar waar geen vraag naar is. In dat geval blijf dan bij de juiste mensen vragen. Vraag door, kijk na. Misschien moet je het een klein beetje tweaken om wel heel specifiek in een bepaalde niche terecht te komen. Dus zorg wel dat je je onderzoek goed doet voordat je hier daadwerkelijk instapt. Het kan ook zijn dat iets wel heel leuk is en dat er heel veel vraag naar is, maar dat jij er eigenlijk helemaal niet goed in bent. Ook dat is geen hele grote ramp, want in heel veel dingen kun je wel heel goed worden. En heb je daar geen ellenlange opleidingen voor nodig om daar wel goed in te worden. Dus zorg dat je die tijd gaat investeren in het goed worden in hetgene wat je leuk vindt en waarvan je weet dat er vraag naar is. En op het moment dat je weet dat je ergens goed in bent en dat je weet dat er vraag naar is, maar je vindt het eigenlijk helemaal niet leuk, vraag jezelf dan af of dit hetgene is waar jij als ondernemer gelukkig van gaat worden. Bepaalde dingen kun je leuk maken en er zullen altijd dingen zijn aan het ondernemerschap wat gewoon niet leuk is en waar je overheen moet stappen. Maar als je intrinsiek al weet van ik vind dit niet leuk en ik ga dit ook nooit leuk vinden, ook niet met bepaalde aanpassingen, dan wordt het een lastig verhaal. Want ondernemen, dat is een heel vak apart en dat is iets anders dan in loondienst. Dus wat dat betreft moet je er echt vol voor gaan. En als je dan denkt van ik weet eigenlijk niet of ik dit heel erg leuk vind, dan moet je er misschien nog even iets aan gaan doen. Dus vooral dat leuk vinden is wel echt een belangrijk onderdeel in mijn ogen om ervoor te zorgen dat het een succes wordt. Bovendien zien andere mensen het ook op het moment dat jij iets doet wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Dus dat blijft wel een hele belangrijke. Dat waren mijn 3 vragen die ervoor gaan zorgen dat jij ook kunt gaan ondernemen in de onderneming die jij heel graag wilt. Dus waar ben je heel erg goed in? Wat vind je leuk om te doen? En waar is er vraag naar? Ik ben nu natuurlijk heel erg benieuwd hoe jij deze 3 vragen gaat beantwoorden. Maar ben je ondernemer? Dan ben ik ook heel erg benieuwd hoe jij deze vraag destijds hebt beantwoord. Dus laat het me vooral heel even weten hieronder in een comment. Want daar kunnen andere mensen ook weer heel erg veel van leren. Heb je nu wel al een beeld van wat je wil gaan doen, maar ben je eigenlijk nog te bang om te starten met ondernemen? En dat is helemaal niet raar. Dan heb ik ook een eerdere video gemaakt over hoe je daarmee om kunt gaan. Die zal ik hieronder ook even linken. En wil je nu wel heel graag gaan starten, ben je over die angsten heen, maar heb je er helemaal geen geld voor? Dan heb ik een andere video gemaakt over hoe je kunt starten met ondernemen zonder hele grote kapitalen te investeren. Die zal ik hieronder ook even linken. En dan ben je helemaal klaar om te gaan beginnen met je bedrijf. Vergeet vooral niet deze video een duimpje omhoog te geven op het moment dat je het een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren, want dan krijg je iedere week een nieuwe finance video van de Happy Financial.